Hallo, leuk dat jullie kijken naar rit 9 Tour de France op Pro Cycling Manager 2019 hier. En hier heb je twee renners van Jumbo die weg proberen te komen van het peloton. Dat zijn Kruiswijk en Roglic. En op de top van de laatste heuvel hebben ze een mooi verschil opgedaan. Kop over kop namen ze van elkaar over en breiden ze de voorsprong uit. Daarachter werd hard gereden, maar de voorsprong was voldoende om samen over de streep te komen. Maar wie van de renners gaat dan winnen? Dat is dan Roglic. Roglic pakt ook het geel. Tot morgen!